Plantage Vier Kinderen moet bewaard blijven. Dat zei de Nederlandse minister Robert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zaterdag bij een bezoek aan het bestuur van de plantage, plantageleiders en andere belanghebbenden. Dijkgraaf is hier voor een werkbezoek om meer inzicht te krijgen in hoe het slavernijverleden leeft in Suriname. Vorige week heeft de Nederlandse minister afspraken gemaakt met collega Henry Ory over welke onderwijsgebieden Nederland en Suriname nader gaan samenwerken. Dit is vastgelegd in een tweejarig partnerschap. Deze plek moet bewaard blijven. En ik heb natuurlijk de afgelopen tijd heel veel gelezen over het slavernijverleden en de doorwerking. Ik heb met heel veel mensen gesproken, ik heb heel veel verhalen gehoord. Ik ben in musea geweest, maar niets is als in deze plek zijn en het voelen. En dat gebeurt hier. Dat is het historisch gevoel. Maar dat is ook een gevoel van trots, van verbondenheid, van rijkdom en van continuïteit. Want de liederen die u zingt, de verhalen die u vertelt, die zingt u om ze weer door te geven. Dus dat is gewoon heel bijzonder om het hier te ervaren. Nu is het ook zo dat ik het heel bijzonder vind om hier in Suriname te zijn en gesprekken te hebben hoe Suriname en Nederland met die gedeelde geschiedenis, ik zeg gedeelde geschiedenissen, want het zijn zoveel verschillende verhalen, waarvan heel veel verhalen wel geklonken hebben, maar er is niet naar geluisterd. Volgens Dijkgraaf moet de toekomst die Suriname en Nederland tegemoet gaan eentje zijn van gelijkwaardigheid. De voorzitter van het bestuur van Plantage Vier Kinderen, Michael Marengo, vertelde minister Dijkgraaf en zijn delegatie in het kort wat de geschiedenis van het gebied is en wat de waarde is voor de nazaten. De harde tijd, de harde strijd, die kennen we allemaal, maar uiteindelijk is de plantage in stand gehouden door de nazaten van de kopers. Op verschillende wijzen, door landbouw, maar ook door toerisme. In Plantage Vier Kinderen. Ik moet u aangeven dat ons helder water, ons zwart water, ons schoon milieu, ons pure natuur heel aantrekkelijk is voor iedereen in de wereld. En als plantage hebben we ons best gedaan om het zoveel als mogelijk tot ontwikkeling te brengen. Marengo zei verder dat het onderwijs gebeuren op de plantage meer motivatie verdient, omdat een geschoolde gemeenschap ook veel meer kan bewerkstelligen. De bewindsman kreeg een boek over de geschiedenis van de plantage mee om zich beter te informeren.